welkom bij deze nieuwe video. Vandaag ga ik de Morphe x Avani collectie testen. Morphe is uitgekomen met een nieuwe collectie in samenwerking met de TikToker Avani. Ik had echt geen idee wie zij was, maar toen deze collectie kwam heb ik haar gelijk eventjes opgezocht. Ze heeft echt like miljoenen followers, dus echt heel veel mensen kennen haar. Ook ben ik door heel veel van jullie bericht of ik deze collectie wilde testen. Alleen ik wist dat ik het in PR ging krijgen. Morphe krijg ik altijd in PR, dus ik was daarop aan het wachten. En dit keer heeft het iets langer geduurd, want in verband met Brexit in Engeland heeft alles wat langer op zich laten wachten. Dus ik heb eventjes moeten wachten, maar ik heb de collectie gisteren binnengekregen en ik dacht ik ga gewoon gelijk vandaag deze video filmen en dan kan ik hem gewoon zo snel mogelijk uploaden. Ik ben heel erg benieuwd naar de collectie. De collectie spreekt me echt zeker aan, vooral het oogschaduwpaletje. Dat is echt een paletje die ik gewoon zelf zou kopen. Dus ja, we gaan gewoon eventjes bekijken met z'n allen wat we vandaag van deze collectie vinden. Vind je het nu al leuk? Vergeet niet alvast te liken en te abonneren. Zo blijf je op de hoogte van mijn 4 video's in de week en dan gaan we snel beginnen met deze review. Oké, ik heb hier de hele collectie. Het ziet er echt super cute uit. Allemaal zo paars en roze en zo. Het is een vrij kleine collectie. Het zijn maar een aantal producten, maar dat is altijd als Morphe een samenwerking heeft met een influencer. Het zijn ook een beetje random producten. Het is een oogschaduwpaletje, een lipkit, lipglossjes en dan ineens heel random een bronzer en een liquid glow. Ik heb echt de hele collectie ontvangen behalve één lipkit set. Want ik heb gezien dat er 2 lipkit sets zijn. Een zwarte en een rode. En ik heb alleen maar de zwarte ontvangen en de rode niet. Voor de rest hebben ze mij echt alles gestuurd. Inclusief alle kleuren bronzers en zo. Dus we kunnen gewoon vandaag lekker alles gaan testen. En ik ben super benieuwd. Ik heb een hele leuke ooglook in mijn hoofd die ik ga maken. En we gaan daarom dus beginnen met het oogschaduwpaletje. Dit is het Morphe x Avani Greg oogschaduwpaletje. Hij is lekker groot. Hij kost €34,68. Dat is een vrij normale prijs voor Morphe oogschaduwpaletjes. Hier achterop is ook een prachtige foto van haar. Heel erg mooi. Zij is geen beauty influencer, zover ik het kon zien. Volgens mij is zij gewoon echt een lifestyle influencer. Ik zag gewoon allemaal grappige video's en zo van haar. Ik vind het altijd wel een beetje dubbel als make-up merken samenwerkingen aangaan met mensen die niet eens make-up doen. Ik denk altijd bij mijn eigen, ja, er zijn zoveel influencers die make-up doen en die zo'n samenwerking echt zouden waarderen. Waarom ga je dan in hemelsnaam naar de mensen die niet eens make-up doen? Tenminste, voor zover ik zag, doet zij geen make-up. Als ik het verkeerd heb, laat het me even weten beneden in de reacties, aangezien ik haar niet echt ken. Maar zover ik het zag, doet zij geen make-up. En ik vind het altijd wel een beetje dubbel. Ik gun het altijd meer de make-uppers, omdat ik dat gewoon altijd beter vind passen. Is een beetje alsof nou een vegan bedrijf mij zou benaderen voor een samenwerking en ik het ga doen, terwijl ik niet eens vegan ben. Snappen jullie een beetje wat ik bedoel? Dit is dan het paletje. Zo'n mooi hartje. Ik vind het echt een super mooie collectie. Oh my god. En dit is dan hoe het paletje eruit ziet. Super kleurrijk. Het is echt een heel kleurrijk paletje. En je krijgt hier ook een grote spiegel. Dat vind ik altijd heel erg fijn. Oké, het is dus echt een super heftig kleurrijk paletje met matte en glanzende kleuren. En hier heb je ook een pressed glitter. Die ga ik vandaag ook echt gebruiken. En dan deze onderste rij zijn iets kleiner zoals je kunt zien. En hier staat wet your brush before you line. Dus maak je kwast nat voordat je de liner aanbrengt. En dat is dus omdat deze kleurtjes hier zijn gemaakt voor eyeliner. Dus maak je kwast een beetje nat. Ga in een van deze kleuren. En je kunt dan een hele mooie wing maken. Of zo'n graphic liner. Of wat je ook wilt. Dus dat is wel apart. Dat heb ik nog nooit gezien in een paletje. Dat je hier oogschaduwen hebt en hier eyeliners. Maar in principe, ik denk, ik ga ervan uit dat je deze onderste kleuren ook gewoon eventueel zou kunnen gebruiken als oogschaduw. Dus ja, dit ziet er echt prachtig uit. Volgens mij is deze kleur ook een pressed glitter. Ja, deze kleur is ook een pressed glitter. Deze kleur en deze kleur zijn allebei pressed glitters. Dit paletje ziet er echt zo satisfying uit. Ik wil hem bijna gewoon niet eens gebruiken. Oh my god. Oké, ik ga een beetje een heftige donkere look maken met dit paletje. Dus we gaan even inzoomen op de ogen. Ik ga beginnen met het primen van mijn oogleden met mijn P. Louise base in de kleur Rumor 01. Ik ga beginnen met deze zwarte matte kleur, die heet Hidden. Ik ga vandaag een hele cut crease maken, dus hiermee ga ik even de cut crease lijn creëren. Dat ga ik doen met deze eyeliner kwast van Zoeva, nummer 317. En dan ga ik deze zwarte kleur ook zo een beetje smoky aanbrengen op die lijn. Daarvoor gebruik ik deze kleine kwast van Morphe. Dit is een kwast van de kwastencollectie van hun Sweet Oasis collectie. Die zwarte kleur ga ik uitblenden met deze matte grijze kleur. Die heet Bra. Deze kleurnamen zijn ook echt hilarisch. Deze grijze kleur heet Bra. En je hebt ook een kleur Bebop en een kleur You Mad. En gewoon allemaal van die grappige namen. En met die grijze kleur ga ik dan deze zwarte lijn een beetje mooi smoky maken. Oké,
Oké, nou is de hele cut crease schets gemaakt. Nou ga ik de cut crease creëren hier binnenin met concealer. Ik gebruik daarvoor deze Elf Camel Concealer in de kleur Medium Sand. En deze kwast van NYX Cosmetics nummer 14. Oké, de cut creases zijn gemaakt. Het was weer super moeilijk om ze allebei gelijk te maken. Ze zijn volgens mij alsnog niet allebei gelijk, maar ik heb gewoon best gedaan, whatever. Dan pak ik deze witte matte kleur in Audible Noise. En die kleur ga ik dan zo aanbrengen over de hele cut crease om de concealer te zetten. En dan ga ik deze pressed glitter aanbrengen over mijn hele ooglid. Deze heet Star Emoji. Pressed glitters hoef je in principe niet aan te brengen met lijm. Dat hoeft alleen maar als je echt ingaat met losse glitters. Dus dat ga ik nou ook niet doen. Ik pak gewoon een beetje op met mijn kwast als dat lukt. En dan wil ik dit echt aanbrengen over letterlijk mijn hele ooglid. Oh wow, kijk hoe glitterig. Ik hou altijd van pressed glitters. Ik vind het echt fantastisch als er pressed glitters zitten in oogschaduwpaletjes. En dat zie ik nou steeds meer, dus dat vind ik echt super leuk. Oh mijn god, guys, kunnen we even beseffen hoe heftig en mooi dit is? Oh, I love it! Wordt weer een prachtige draagbare look, jongens. Nou ga ik een beetje kleur brengen in deze ooglook. Ik ga in met Gymnast Mems, deze rode eyeliner kleur. Ik gebruik deze hele kleine verfkwast. Deze is echt super fijn hiervoor. Ik maak hem nat met fixing spray. En dan ga ik die kleur aanbrengen over de hele cut crease lijn. Oké, dit is niet echt heel erg fel. Zien we dit? Ik weet niet hoor, dit wil niet echt lukken. Nou, dit is wel echt heel mager, jongens. Kijk dit. Je ziet amper een rode lijn. En ik heb mijn kwast echt nat gemaakt. Ik ben, by the way, van kwast geswitcht. Maar ja... Ik denk dat omdat dit soort van gewoon normale oogschaduw is, gaat het niet zo heftig zijn. Ze hadden echt een eyeliner formule moeten gebruiken. Want dit is nou echt te... Ja, het is amper rood. Dit doet me nou echt een beetje denken aan kerst of zo. I love it. Ik ga even nep wimpers aanbrengen en dan gaan we even stoppen met de ogen en dan gaan we beginnen aan het gezicht. Daar ben ik weer. Ogen zijn voor nu eventjes helemaal klaar, want ik moet nou gaan beginnen aan het gezicht. En ik heb een aantal gezichtsproducten. Ik ga beginnen met de Face & Body Glow Illuminator. Dit is dus een liquid highlighter, dus die ga ik overal aanbrengen, letterlijk. Ik heb de kleur The One, maar volgens mij is er maar één kleur. Ik zie net dat die 20 euro is. Dat vind ik wel een beetje duur voor dit. Maar ja, ik hoop gewoon dat die heel mooi gaat zijn en de 20 euro waard gaat zijn. Je kunt hem letterlijk overal aanbrengen op je lichaam, op je borst, benen, gezicht, wat je ook wil doen. Ik ga het vandaag aanbrengen zo op mijn borst, daarom heb ik ook iets strapless aan. En op mijn gezicht als een soort van glowy primer. Ik ben heel erg benieuwd. Ik gebruik altijd deze kwast van mijn oude kwastencollectie om mijn borst zo aan te brengen. Ik vind de verpakking wel een beetje cheapachtig, maar goed. De kleur lijkt wel echt prachtig. Zo mooi goudachtig. Daar hou ik van. Ik hou van goud. Ik smeer het gewoon zo in over mijn hele borst. Oeh, het ziet er echt prachtig uit. Het is niet echt glitterig. Het is echt gewoon zo'n glowy glans, zeg maar. Als je begrijpt wat ik bedoel. Wauw, dit is echt heel mooi. Zien we dit? Mijn huid is heel gevoelig, dus het wordt nou een beetje rood. Maar dat gaat weer zo weg en dan kunnen we de glow echt goed zien. Ik ga gewoon nog meer aanbrengen. Ik wil nog meer glow. Prachtig. Het is ook niet te heftig of zo. Heel veel van die glowy dingen zijn altijd helemaal zo glitterig en zo. Wauw, dit is echt heel erg mooi. Ik breng ook een beetje aan op mijn schouders. Dat doe ik ook altijd. Ik was net aan het klagen over de prijs, maar ik moet zeggen, het is wel echt heel mooi. Wauw, jongens, kijk even deze prachtige gloed. Oké, jongens, ik heb niet geklaagd over de prijs. Ik vind het gewoon 20 euro waard. Wat ik ook altijd doe voor de extra is dat ik een beetje highlighter aanbreng op mijn jukbeenderen en schouders. Ik ga deze Messauda highlighter gebruiken. En dan hebben we nog meer glow. Die breng ik een beetje zo aan op mijn jukbeenderen. Dat laat je een beetje slanker lijken en zo. En een beetje zo hier bij de schouders. Want daar valt het licht heel erg mooi op. Wauw, dit is echt prachtig. Wauw, ik ben echt helemaal in shock. Ik ga het ook aanbrengen op mijn gezicht voor een glow onder mijn foundation. Het is echt zo mooi goud en het ruikt ook echt heerlijk. Ik kan de geur niet echt beschrijven. Ik ben altijd vreselijk in geuren beschrijven. Maar het ruikt echt heerlijk. Dit gaat ook echt prachtig zijn op je benen, denk ik. Wow, het is echt zo hard aan het regenen. Oh my god. Oké, het volgende is bronzer. Dus ik ga even mijn hele gezichtsmake-up doen en dan kom ik zo bij jullie terug. Oké, daar ben ik weer. Mijn hele basismake-up is gedaan. Ik ga even snel mijn ogen afmaken. Ik breng dit zwarte oogpot een loodje van Estée Lauder aan in mijn onderste waterlijn. Dan ga ik de zwarte en de matte grijze kleuren ook aanbrengen op de onderste wimperrand.
By the way, de neppe wimpers die ik op heb zijn gewoon random wimpers van Shein. Oké, dan ga ik nou mijn gezicht bronzen. Daar is hij echt aan toe. Ik heb hier alle drie de kleuren bronzers. Je hebt een lichte kleur, een medium kleur en een donkere kleur. En ik denk dat de medium kleur het geschikt gaat zijn voor mij. Die heet Hawaii. De donkere kleur heet Bahama's en de lichte kleur heet Cali. Dus alle drie hele prachtige vakantiebestemmingen. Ik ga dus gewoon voor de medium kleur Hawaii. Deze bronzers zien er echt prachtig uit. Het zijn glowy bronzers. Ze zijn gewoon mat, maar er zit een soort van gouden lichte glitter doorheen. En dat ziet er wel echt prachtig uit. En dan erin staat Avani. Ik heb al een bronzer van Morphe, de Megastar bronzer. En die is echt amazing. Dus ik hoop dat deze dezelfde kwaliteit gaat zijn. Oké, de kleur is echt prachtig. Het is een hele mooie, warme kleur. Alleen het is echt best wel gepigmenteerd. Ik heb echt veel te veel product opgepakt, waardoor het hier nou best wel heftig is. Maar ja, je moet gewoon iets minder product pakken. Dat heb ik nou gelijk geleerd. Maar het is wel echt prachtig. Je ziet de glow er een heel klein beetje doorheen. Het is niet heel extreem glowy. Het is gewoon een hele lichte glans wat er doorheen zit. Maar voor mij is dat echt perfect. Ik hou daarvan. Ik hou niet van een hele heftige, glanzende bronzer. Dus deze bronzer, ik vind hem heel mooi. Hij blendde ook goed uit. I love it. Like it a lot. Oké, ik heb ook even blush en highlighter aangebracht. Het volgende is voor de lippen. Ik heb hier een van de twee lipkits. Dit is de zwarte kleur. Die heet Love Me, volgens mij. Ja, want die andere lipkit heet Love You. Dus de rode heet Love You en de zwarte heet Love Me. Dat vind ik wel cute. En er staat dat dit gewoon een zwarte matte lipstick is met een zwart lippotloodje. Dit is het lippotloodje. Die ga ik eerst aanbrengen. Nou, deze look is ineens heel erg donker geworden. Deze zwarte lipstick is echt super, super fijn. Hij is mat, maar hij brengt gewoon heel creamy aan. Het lippotloodje is ook echt super creamy. Dus als je houdt van zwart, dan raad ik deze zeker aan. En als je houdt van rood, dan zou ik de rode lipkit halen. Want de kwaliteit is echt heel erg goed. Het voelt super zacht aan. Helemaal niet uitdrogend. En de prijs is heel goed voor zowel een lippotloodje als een lipstick. Dus ja, I like it. Het is ook heel erg goed gepigmenteerd. Het is gewoon goed zwart geworden. I love it. En dan heb ik hier als laatste nog deze lipgloss set. De Morphe X Avani Lil Bab Lipgloss Kit. Deze zien er ook echt prachtig uit. Dit zijn dus vier van die mini glossjes. Kijk even hoe cute ze eruit zien. Ik vind het echt super cute. Ik vind ook de kleuren heel mooi. Ze lijken een beetje holographic apartachtig. Dit zijn dan alle vier de lipgloss kleurtjes. Ze zijn alle vier heel erg anders. En alle vier ook een beetje zo dat holographic-achtige, zeg maar. En ze zijn best wel glitterig. Ik vind ze echt super cute en heel erg mooi eruit zien. Ik denk dat het heel mooi is. Zou zijn om deze gloss aan te brengen op deze zwarte lipgloss. Dit is de kleur Je. Wauw, kijk dit jongens. Kijk hoe mooi. Het maakt het helemaal zo roze-paarsig holographic. Wauw, deze glossjes ruiken ook echt heerlijk. Dit is echt super mooi, jongens. Zien we dit? Dit is echt prachtig. Wow. Nou, dat was het dan. Dat was het laatste product van deze collectie. Nou, jongens, dit was dan de Morphe X Avani collectie. Wat vinden we ervan? De look is echt super heftig. But I'm totally here for it. Het is een beetje gothic, Hollywood glam-achtig geworden. Ik vind het wel echt heel erg mooi. Ik zal heel even snel vertellen wat ik nou echt van alles vind. Dit paletje is echt super fijn. Dat zwarte kleuren en grijze kleuren zo goed uitblenden. Dat gebeurt niet echt heel erg vaak. Deze pressed glitter is ook echt amazing. Bleef ook gewoon goed plakken. Het enige waarin ik een beetje ben teleurgesteld is dus deze rode eyeliner. Ik vind deze kleuren gewoon normale oogschaduwen. Het is niet zo'n heftige eyeliner als wat ik persoonlijk verwachtte, maar dat kan misschien ook aan mijn eigen verwachtingen liggen. Ik zou deze onderste kleuren ook gewoon zien als normale oogschaduwen. Dus daarom zou ik heel dit paletje alsnog aanraden, ondanks dat ik deze kleuren niet geschikt vind als eyeliner. Maar ik vind het echt prachtig. Alles blende gewoon goed uit. Ik ga hier zeker nog meer looks mee maken. Dus volg me op Instagram als je hier ook andere looks mee wilt zien. De bronzer is ook echt fantastisch. Fantastisch als je houdt van een hele mooie warme bronzer vooral. Ik denk ook dat die andere twee kleuren ook warm gaan zijn. Dan ga je dit echt heel erg mooi vinden. Maar let op, er zit super veel pigment in. Dus breng maar een klein beetje aan. Deze liquid highlighter heeft me echt gechoqueerd vandaag. Ik had echt niet verwacht dat ik hem zo mooi ging vinden. Maar het is echt prachtig. Kijk even dit. Het is ook nou helemaal zo mooi glanzend opgedroogd. Ik vond het ook mooi op mijn gezicht als basis. Maar persoonlijk zou ik hem daar niet echt meer voor gebruiken. Ik zou het gewoon gebruiken voor mijn borst of mijn benen of zo. Want kijk even deze glow hoe mooi. Het is echt fantastisch. Fantastisch. Dus ik vind deze, ik raad hem echt zeker aan. De lipkit vind ik ook heel erg fijn. Goede pigmentatie. Het blendt gewoon creamy in. En de glossjes zijn ook echt prachtig. Als je houdt van dit soort holographic glitterige glossjes, dan ga je deze heel erg mooi vinden. En dat was het dan voor vandaag. Laat me weten beneden in de reacties wat je van de video vond. Ik vind het altijd heel erg leuk om van jullie te horen. En ik hoop dat ik jullie vandaag een beetje heb vermaakt. Nou, vond je de video leuk? Vergeet niet te liken en te abonneren. Plaats hier ook nog twee video's in beeld die je kunt gaan bekijken. En mijn gezicht hierboven om te abonneren. En dan hoop ik jullie
weer snel terug te zien bij de volgende video. Doei doei! Wow, yo, ik ben eindelijk klaar!